Manu Jansen. Ik ben op de Hoogstraat bij Juicery. Peachy, hele moeilijke naam. Wat is dit voor zaak? Het is een sapjes- en smoothiebar. En in de zomer doen we ook salades, we hebben smoothiebowls, we hebben eigenlijk van alles. Waar komt dat idee vandaan? Het komt eigenlijk doordat we hier rondliepen, ik en mijn vriend. En we hadden zoiets, we hebben eigenlijk al zin in iets gezonds, in een vers gemaakt sapje. En het was er niet. En zo is het ontstaan. Ik dacht, en dan beginnen we het zelf. En je bent op de Hoogstraat begonnen. Hoe moeilijk was dat? Klopt. Het leek vooraf een beetje moeilijk, hè? Want het is toch nog niet zo heel erg druk in Schiedam op sommige dagen. Toen zijn we het gaan proberen en toen bleek het eigenlijk een succes. Nou, leg maar even uit, want ik heb zoveel dingen voorbij zien komen in die mix. Hè. Wat kan er allemaal in? Ja, eigenlijk alles. Ja, dus je kan fruit, groente, gember, kurkuma. Je kan het zo gek, zo gezond of zo ongezond maken als je wilt. Nou ligt het accent vaak op gezondheid. Hè. Hoe gezond is alles? Want je moet het, neem ik aan, fris en fruitig inkopen. Klopt, ja. Dus we proberen eigenlijk zo vers mogelijk alles in te kopen. Dat doen we ook. Daarom hebben we soms ook dat dingen op zijn. Dat is niet zo snel met groente en fruit, maar wel wat andere dingen. Alles is eigenlijk vers, vers, vers. We maken het op de dag zelf en of voor je neus, om het zo te zeggen. Dus een sapje is vers voor je neus gemaakt. Een smoothie is vers voor je neus gemaakt. Dat is eigenlijk wel ons concept, ja. Zijn er ook mensen die een beetje alcohol erin willen? Die hebben we wel gehad, ja. Die zeiden bijvoorbeeld dat eentje naar een pina colada smaakte, maar dat er nog wat alcohol bij mag, nog wat rum. Maar, nou moet je natuurlijk ook inkopen. Wisselen de prijzen van het fruit? Ja, zeker. Je merkt nu wel met de inflatie dat het allemaal een stuk hoger ligt. Maar hoe lastig wordt het dan voor jullie om een prijs te hanteren? Dat is, op dit moment is dat vrij lastig, maar we willen natuurlijk ook wel naar onze klanten toe hetzelfde aan kunnen bieden. Dus dat is een beetje schipperen en kijken wat mogelijk is, wat we daarin kunnen doen. En dat is denk ik altijd wel waar een ondernemer aan moet denken. Want wat is het leuke van deze zaak en het ondernemen ervan? Ja, vooral de mensen. Dus echt, je ontmoet zo ontzettend veel mensen en de reacties die je krijgt. Het bezig zijn hier in Schiedam Centrum. Want we zitten wel echt in het centrum. Dus dat is ontzettend leuk. Ja. Afgelopen zaterdag ontving je Rob en Rob met de nieuwe Schiedammers. Hoe leuk zijn die contacten? Dat is heel leuk. Ook zij zijn heel enthousiast. Nieuwe mensen zijn vaak heel enthousiast. Want wat vooral heel belangrijk is dat we in Schiedam eigenlijk een samenbrengsel hebben van alles. Dus niet alleen van sappen en smoothies, maar ook cocktailbar, ergens waar je gezellig gewoon een wijntje kan drinken, waar je wat kan eten, koffie kan drinken, taartjes kan eten. Eigenlijk dat allemaal samen, dat wil je in een centrum. Ja. En tenslotte een gewetensvraag. Wat is de lekkerste tot nu toe? Ja, ik vind het zelf lekker om gewoon van alles door elkaar te gooien. En het liefst wat meer groenten. Dus bijvoorbeeld met paprika erdoor vind ik heel lekker. Wat eigenlijk het meeste wordt verkocht, is toch wel de Super Fresh Sunrise. En de Pretty Pitaya, dat is met drakenvrucht. Dat maakt hem heel bijzonder, want die is paarsroze.